goeiedag. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Wij gaan vandaag deze cel leegrijden. Dit is een koelcel en deze koeling is wat verouderd en minder efficiënt. Dus we gaan deze in een grote schuur zetten. Dan staat alles wat gekoeld moet worden allemaal bij elkaar. We hebben daar weer ruimte. En tegelijkertijd rijden we ook vast aardappels naar buiten die we binnenkort gaan afleveren. Die zetten we daar onder de overkapping neer. Dan kunnen die daar even lekker opwarmen voordat ze opgehaald worden. En als we hiermee klaar zijn, dan gaan we kijken naar die uien die ik doorgesneden heb. Maar eerst gaan we nog maar even wat kisten omrijden. Staan er nog genoeg. Helemaal leeg. Dus wij gaan de koeling uitzetten. Zo, knop om. Uit. Die is uit. Ventilatoren staan uit. Koeling. Uit. Dat is eigenlijk best wel een dingetje, de koeling uit. Nou, wij daar de koeling natuurlijk nog aan staan. Maar als je een boer tegenkomt in maart, april, ja, meer april in deze regio. Dan moet je maar eens een keer gaan vragen, heb je de koeling al uit? Dat is best wel een begrip of de koeling al uitstaat. Maar goed, deze koeling staat nu dus uit. Die hebben we voorlopig niet meer nodig. En dan gaat de koeling gewoon daar verder. Licht uit. En de deuren dicht. Dan gaan wij bezig met de uien. Die heb ik hier staan. Die gaan we even naar beneden brengen. En dan gaan we ze doorsnijden. Kijken of ze gekiemd zijn of niet. Maar als ik het zo zie, dan ziet het er allemaal rustig uit hoor. Goed, we staan met de uien. Die ga ik doorsnijden. Ja, ik heb even gewacht totdat het werk vandaag allemaal klaar was. Er gebeurt genoeg namelijk. Maar ja, met vloggen dan heb je te veel lawaai op de achtergrond. Hier zijn ze plantgoed aan het uitzoeken. Gladiolen plantgoed. En we zijn nog kralen aan het sorteren. Jullie hebben natuurlijk al gladiolen gezien. En van gladiolen heb je twee soorten plantgoed. Pitten en kralen. En kralen... deze kist is een klein beetje vies. Er zitten een klein beetje schelpjes in. Maar die krijgen we wel weer uit. Dit zijn kralen. Die doen we in zakjes. Want deze kralen gaan we koken. En dat is een ander proces wat ik een andere keer ga uitleggen. We doen ze in zakken van 25 liter. Ja, en die kralen die zijn we nu eens aan het sorteren. En dat sorteerproces, dat hebben jullie al eens een keer gezien met, wat was het toen? Ik denk ook gladiolen. Ja, ik weet niet meer. Het sorteren weten jullie hoe het gaat. Maar goed, deze hele kleine bolletjes zijn gladiolenbolletjes. En dit zijn dus kralen en groter gladiolen plantgoed noemen we pitten, maar dat is ook fysiologisch iets. Dat ga ik nu, dat past niet in deze vlog, dat gaat echt een andere keer komen. Dus geen vragen over wat nou kralen en of pitten zijn, maar dit zijn pitjes. Ja, je ziet dat er heel anders uitziet, ze zijn ook veel groter. Ja, die zijn ze nu aan het uitzoeken en die worden geteld. Wij gaan terug naar de uien en die gaan we opensnijden. Zoals je van de vorige keer nog weet, heb ik van beide boksen een zakje uien gepakt. En die ga ik nu doorsnijden. Even kijken, heb ik een mes voor. Waar ik naar kijk, is deze uien, die zijn dus behandeld voor de kiemrust. Toen deze uien nog op het land stonden en toen ze nog loof hadden, hebben we een bespuiting uitgevoerd
om te zorgen dat in de bewaring de uienkiem rustig zouden blijven of eigenlijk niet meer kiemen. Ik controleer dat omdat ik wil weten of die bespuiting gewerkt heeft. En ik controleer dat ook, stel dat een ui zou gaan kiemen of zou gaan groeien, dat ik misschien wel haast moet maken met het verkopen van de uien. Nou, hebben we hier al uien van verkocht en daar hebben wij een leverdatum voor afgesproken. Dan kan ik het alsnog controleren, want wat als die leverdatum vervroegd moet worden omdat die bespuiting niet helemaal gewerkt heeft. Nou, daar kijk ik dus naar. En het eerste waar ik naar kijk is die kleine ui. Als ik die uit de bak haal, is die geworteld. Nou, ik zie hier geen nieuwe wortels op zitten. Hier ook niet. Deze ook niet. Dat is dus positief. Als we naar de andere gaan, dan pak ik ook weer een kleine ui. Ja, geen nieuwe wortels. Ook geen nieuwe wortels. Dus dat lijkt er allemaal goed uit te zien. Die uien die zijn niet gaan kiemen, die zijn niet gaan wortelen. Als ze wel waren wezen wortelen, dan had ik een heel wortelstel moeten zien bij het lostrekken van de ui. Maar had ik hem ook niet zo makkelijk op kunnen tillen, want die wortels die houden hem wat tegen. Dan gaan we hem nu doorsnijden om te kijken hoe dat eruit ziet. Dus we pakken een ui. En die snijden we door. Ja, het is jammer dat jullie het niet kunnen ruiken, maar het ruikt heerlijk. Straks dan ga ik nog huilen. Nee hoor. In het hart van die ui, hoop ik dat de camera het een beetje goed scherp kan stellen met lichtbalans. In het hart van de ui zou ik een gele punt moeten kunnen zien, of een groene punt. En die zie ik niet. Dan gaan we nog een ui doorsnijden. Kijken. Die snijden we in de lengte door. Hier zo, vanuit de onderkant van de ui, zou er ja, een steel zichtbaar moeten worden. En in beide gevallen zie ik niet dat hier een steel vormt. Dus deze ui, die is nog kiemrustig. Die is niet aan het kiemen. En zoals ik het nu zie, is hij er ook niet over na aan het denken om te kiemen. Dan gaan we voor de vorm nog een ui doorsnijden. We kunnen dus concluderen dat de bespuiting goed heeft gewerkt. Nou, zei ik dat we met name bij kleine uien gingen kijken. Dat klopt, of dat komt, doordat die uien op... ook helemaal niks aan de hand. Dat komt omdat die uien op het land deze bespuiting hebben gehad. Kleine uien hebben minder loof gehad. Dat kunnen we wel een soort van stellen. Dus die hebben ook minder loof gehad om dat middel op te kunnen nemen. Dus als er een ui zou moeten gaan kiemen, dan zou dat naar verwachting altijd een ui zijn die minder loof heeft gehad en daardoor iets kleiner is gebleven. Kijk. Hier zo zie ik voorzichtig een groenig gelig puntje komen. Dit zou een kiem kunnen worden. Maar zover is die nog niet. Dan hoop ik dat het alleen op de camera een beetje goed te zien is. Maar ik maak me hier nog geen zorgen over. Nou, nog één laatste ui. Prachtig. Dan is het nu dus zaak om de uien op te ruimen. En de proef daarmee af te sluiten als het ware. En misschien dat we over een tijd wel weer even gaan kijken. Maar dan doen we niet meer zo'n proef. Dan kijken we gewoon in de box hoe het erbij staat. Wat je namelijk doet met deze proef. Is je brengt de ui. Geef je de optimale condities. Om te gaan kiemen of te gaan groeien. In de bewaring of in de box is dat niet optimaal. Daar is het te koud. Dus dat proces zal veel langzamer verlopen. Door ze nu uit de box te hebben gehaald en te kijken of ze zijn gaan kiemen of niet. Je geeft ze ideale omstandigheden daarvoor. Temperatuur,
licht, water. Nou, als ze dan niet gaan kiemen, dan kiemen ze ook niet zo snel in de box. De boel is opgeruimd. Dan gaan we maar eens een hapje eten, denk ik. Ik ga het licht uit doen in ieder geval. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En graag tot de volgende!